Meisjes, welkom hier in de Stevenskerk bij de aanvang van de herdenking van 4 mei van het jaar 2017. Ik wil u in ieder geval van harte welkom heten en een bijzonder een aantal mensen die het programma hier in de Stevenskerk zullen vullen. U ziet ze om mij heen zitten. Het is een gelegenheidsensemble, heb ik begrepen. Want ze heet Blue Light, jonge muzikanten die u zo meteen al zult horen. En nog iets jonger, dat is bijna niet voor te stellen, zijn een aantal jongens en meisjes hier aan mijn linkerzijde die zo meteen voortkomen bij Paas voor de Buten en een aantal gedichten zullen voorlezen. Ze hebben me verzekerd dat ze helemaal niet zenuwachtig zijn, dus het komt helemaal goed en anders kom ik wel helpen. En zeer speciaal welkom de heer Ad van Liemt, journalist, auteur, programmamaker. Veel van ons zullen op die manier kennis hebben genomen van zijn verschillende invalshoeken op de Tweede Wereldoorlog. We zijn zeer vereerd, meneer Van Liemt, dat u vandaag de overwegingen hier in dit samenzijn wil verzorgen. En u had er volgens mij al gehoord, Jette Pot. Dag Jette, ik zie je daar zitten, onze stadsorganist die het orgel wederom op een prachtige manier bespeelt. 4 mei, dames en heren, 72 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En als u hier komt staan, u zult het best wel voelen aan iedereen die omheen zit. Als je ziet hoeveel mensen ook hier vanavond weer op zijn afgekomen, en dat zal zeker ook gelden straks voor de herdenking om 8 uur op de Trianonplein, dan moet je elk jaar weer zeggen, en het wordt bijna een cliché, maar sommige clichés zijn zo heerlijk waard dat ze verdienen om op gezegd worden, dat herdenken door steeds meer mensen wordt opgepakt. De gebeurtenissen van zo lang geleden spreken tot onze verbeelding, ook tot de verbeelding van diegenen die niet meer die directe band hebben met de oorlogsgebeurtenissen. En dat is natuurlijk heel en ten dagen de meerderheid in onze bevolking en onder ons. Daar zijn een heleboel goede redenen voor. En de belangrijkste natuurlijk dat we moeten blijven denken en herdenken diegenen die slachtoffer zijn geweest, die gevallen zijn, die als burgerslachtoffer gedood gewond zijn en ook al diegenen die daarna verder hebben moeten leven, al die ellende meegemaakt hebben. Ik wens u allemaal een herdenkingsvolle avond toe, een hele constructieve avond, maar ook een avond die zal eindigen in saamhorigheid, die we hopelijk ook op andere dagen van het jaar met elkaar kunnen doormaken. Dank u wel.